Super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik jullie meenemen door mijn jaar 2018. Althans de hoogtepunten. Dus ik ga eventjes de hoogtepunten bespreken van mijn jaar in 2018. Dit is de eerste keer dat ik zoiets doe. Maar het leek me wel leuk. Dus mocht je benieuwd zijn wat mijn hoogtepunten eigenlijk van 2018 zijn. Zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ja, in 2018 heb ik eigenlijk best wel veel dingen gedaan met mijn zusje. We zijn in februari naar de huishoudbeurs geweest, wat heel erg leuk was. We waren er allebei al een aantal jaar niet meer geweest en hadden dat nog nooit met z'n tweeën gedaan. Best wel spannend ook, want we gingen met de trein naar Amsterdam en ik vind treinreizen gewoon heel spannend. Mijn zusje heeft er iets minder last van, want die reist heel vaak met de trein. Al heeft ze met grote steden, vindt ze ook niet super geweldig of zo. Maar dat was wel super leuk en het was echt wel heel erg chill. We hebben er echt wel van genoten. Kwamen met een hoop spullen terug, ook die we gewonnen hadden door middel van de huishoudbeurs app. Dat was eigenlijk gewoon super leuk. Optredens bijgewoond, dingen gegeten, heel veel Red Bull gedronken. Dus ja, die huishoudbeurs, dat was super leuk. Dat was echt heel gezellig. Daarnaast, mijn grootste hoogtepunt van 2018 is toch wel dat ik een huisje heb gekregen. Ik weet nog dat het echt heel erg lang duurde, want toen ik eenmaal op één stond en was bezig kijken en er ging zoveel tijd overheen voordat ik eindelijk hoorde dat ik het huisje ook daadwerkelijk had. Ik heb daar zelfs op de huishoudbeurs ook nog telefoontjes over moeten doen. Dat vond ik op dat moment... Ik wist dat het erbij hoorde, maar ik vond het op dat moment wel vervelend. Want één, je bent heel slecht verstaanbaar omdat het super druk is. En twee, ik had ook het idee, ik ben een dagje uit. Maar goed, ik wilde het ook wel regelen. Want ik dacht ook, misschien hoor ik dan zo sneller van wanneer ik wel of niet het huisje zou hebben. Nou ja, toen had ik hem uiteindelijk heel veel geklust. Het is echt leuk om te zien hoe het dan je eigen huisje wordt, alles was rood en verf kopen en dat soort dingen, dat klussen was ook echt super leuk. Ik ben ook nog steeds bezig om het af te maken. Het is voor mijn gevoel elke keer dan, dat vind ik leuk, dat kan ik nog doen. Dus nu wil ik nog heel graag teksten plakken, maar die bestel ik bij AliExpress en dat duurt gewoon momenteel super lang. Dus dat soort dingen, maar ik wil er ook zeker nog een home tour van maken als het voor mij helemaal, mijn gevoel, helemaal tevreden is. Dus dat was super leuk en daardoor heb ik ook weer met mijn zusje, heb ik ook weer spullen kunnen kopen. Wat ik op mijn wishlist had staan, wat ik eigenlijk in een nieuw huisje kon gebruiken, zeg maar, dat was super leuk. Ook gewoon het eigen maken ervan. Toen ik was verhuisd, stond alles in de woonkamer. Toen is mijn zusje nog komen helpen om alles een beetje een plek te laten krijgen. Dus dat was ook wel super leuk. Dat is sowieso mijn grootste hoogtepunt. Daarnaast ben ik heel erg blij met mijn nieuwe iPad die ik in 2018 heb kunnen kopen. Want mijn oude iPad, die was zo aan vervanging toe. Dus ik was zo blij dat ik eindelijk een andere kon kopen. Dus daar ben ik ook nog steeds heel erg blij mee. Ik ben ook heel erg blij dat mijn katjes alles goed hebben doorstaan. Sowieso mijn dieren, mijn konijn ook. Maar daar merk je niet zo heel veel aan. Maar mijn katjes ook. Het is natuurlijk altijd spannend. Gaat een dier zich ook weer thuis voelen en zo. Daar ben ik ook wel heel erg blij omdat ze gewoon het allemaal hebben geaccepteerd. Daarnaast ben ik ook een bullet journal begonnen in 2018, wat ik ook heel erg leuk vind. Ik moet wel zeggen, ik doe het vaak een beetje achteraf, dus ik loop ook nog steeds wel een beetje achter. Ik moet hem van 2018 ook nog afronden. Maar ik vind het wel super leuk om te doen, om creatief bezig te zijn, ook met dat handlettering. En dat vind ik allemaal super leuk. Ik moet nog een nieuw bullet journal kopen voor 2019. Ik was met mijn zusje in de stad en... Ik gebruik eigenlijk van die grote boeken, zeg maar, met gewoon lege bladen. Maar ze hadden alleen maar groen en ik wilde heel graag roze. Toen zei mijn zusje nog, je kunt hem ook wel gaan bekleden bijvoorbeeld met dat je hem, hoe noem je dat, kaft.
Maar ik wilde toch heel graag een roze. Dus dat heb ik niet gedaan. Dus ik ga wel kijken of ik die ergens nog kan bestellen. En anders ga ik gewoon kijken dat ik wil dat ik toch wel weer zo'n boek krijg. Want ik wil het zeker voor blijven zetten. Ja, dat zijn eigenlijk allemaal wel de dingen die ik super, super fijn vond tot 2018. Ik vond het heel erg leuk dat we eindelijk, mijn zusje en ik, de tattoo samen konden laten zetten. Ik liep al 2 jaar met het plan rond en ik had nu zoiets, eigenlijk wil ik het tot uiting brengen. En toen hebben we ook eigenlijk heel sporadisch besloten om het nog voor de kerst te doen. Dus dat was ook wel heel gezellig. Fijn dat we daarna ook een hele leuke dag hebben gehad. En het was fijn dat het ook gewoon allemaal heel erg meeviel. Ik ben ook wel heel erg blij dat ik dat eindelijk heb kunnen doen. Ja, voor de rest, gewoon de dingen die je doet, zeg maar. Ik bedoel, ik ben heel blij als ik een keer naar de exje ga. Of dat soort dingen, dat maakt mij gewoon heel erg blij. Dat heb ik in 2018 natuurlijk ook best wel vaak gedaan. Dat zijn wel gewoon echt grote hoogtepunten. Ook gewoon dat met dingen regelen, dat het gewoon allemaal wat makkelijker gaat. En dat zijn wel gewoon echt dingen waar ik heel erg blij van ben geworden. Waar ik ook weer van heb geleerd, zeg maar, in 2018. Dus dat is super fijn om te kunnen doen. Ik had ook geen... hoe noem je dat? Geen goede voornemens. Die heb ik nooit. Ik zie wel wat een jaar me brengt. Ik ga ook voor 2019 geen goede voornemens hebben. Want ik zie wel gewoon hoe het gaat verlopen. Waar ik ook nog wel heel erg blij mee ben, is dat ik met klussen steeds handiger word. Zoals ik kan nu lampen ophangen. Dat is ook wel super fijn. Dat je gewoon eigenlijk, dat ik in 2018 heel veel heb geleerd over klussen en dat soort dingen. Dat is gewoon heel erg fijn dat je dat nu zelf kan doen. Dat je niet afhankelijk bent van iemand die je komt helpen. Bijvoorbeeld met stroom of met boeren. Dat ik dat gewoon zelf kan. Dus dat vind ik ook wel echt heel erg fijn. Dan was dit eigenlijk ook alweer de video met mijn hoogtepunten van 2018. Het was niet een hele lange video. Ik heb gewoon echt de grootste punten gepakt die me het meest zijn bijgebleven. Dus heel veel gebeurt in 2018, maar ik kan natuurlijk niet bij alles stil gaan staan. En sommige dingen die vergeet je soms ook even, dan weet je dat niet meer. Dan zou je echt helemaal op terug moeten gaan van, wat is er gebeurd? Wat heb je gedaan? En wat zijn nog meer belangrijke punten? Maar ik heb nu gewoon eigenlijk de punten genoemd waar ik blij mee ben. Waar ik dankbaar voor ben. Ja, en het leek me gewoon leuk om dat een keer met jullie te delen. Ik wil jullie dan voor nu ook weer bedanken voor het kijken naar deze laatste video van 2018. Ik hoop dat je het heel erg leuk vond. Ik ben jullie allemaal heel erg dankbaar dat jullie op mij abonneren. En dat ik nog steeds groei op YouTube en op bloggebied. Dus daar wil ik jullie dan voor bedanken. Dat jullie altijd trouw naar mijn video's kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Als je even op het belletje drukt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online komt. Ik wens jullie allemaal een heel gelukkig nieuwjaar en een goed uiteinde alvast. En dan hoop ik jullie in het nieuwe jaar gewoon weer terug te zien met nieuwe video's. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende video.